Ik heb hier al eerste slide voor onze laatste spreker. En Rob van Hoorstein, die gaat dat over eigenlijk ventilatiesystemen hebben. Dat hebben wij vandaag de hele dag over gehad. Dat, ja, moeten wij ventileren. Dus wat is de beste? Goedemiddag, dames en heren. Als hekkensluiter ga ik met u een presentatie doornemen over de prestatie van ventilatiesystemen. Ons bureau heeft daar verschillende projecten gedaan en ik heb een soort verzameling gemaakt van slides. Die wil ik u graag laten zien om te kijken wat wij allemaal hebben gevonden met betrekking tot de prestatie van ventilatiesystemen. Wat is nu exact de functie van een ventilatiesysteem? Dat is, kort door de bocht, het realiseren van voldoende luchtuitwisseling in alle vertrekken van een woning. Met als doel concentraties van vervuilende stoffen beneden de grenswaarde te houden, zodat blootstelling van mens en gebouw aan schadelijke stoffen wordt geminimaliseerd. Wat hier speciaal aan is dat we echt gaan kijken naar de luchtuitwisseling per vertrek. We zien heel vaak dat allerlei studies worden gedaan en wordt er gekeken naar hoe zit het met de luchtuitwisseling over de woning. Maar wij willen echt gaan kijken hoe het zit in de lucht, met de luchtuitwisseling in de vertrekken waar daadwerkelijk mensen zijn. Want dat is in principe waar het om gaat. Ook geldt dat in de regel, en gelukkig is dat, de buitenluchtkwaliteit beter is dan de binnenluchtkwaliteit. De richtlijnen van World Health Organization, die worden in Nederland voor het grootste gedeelte gehaald. Ik heb begrepen dat mijn daggemiddelde voor PM10 en 2,5... Dat zijn daggemiddelden. Oh, dat heb je al aangepast, Piet. Ja. Goed zo. Dank je wel. Als we die waardes aanhouden, dan blijkt dat in Nederland, ja, zo'n 5% van de woningen niet voldoen aan deze buitenluchtkwaliteit. Dus dat die woningen zitten in belaste gebieden. En daar zou je eigenlijk filters moeten toepassen om een goede buitenlucht naar binnen toe te voeren. Dus luchtfiltering is dan aanbevolen. Maar voor de rest van de woningen in Nederland geldt, buitenlucht is van voldoende kwaliteit. Nou, hoe realiseren we nu voldoende luchtuitwisseling per vertrek? Ik ben zelf ook COPD-patiënt en in mijn woning ben ik goed op zoek geweest van hoe krijg ik dat nou voor elkaar met mijn slaapkamer. Of in mijn slaapkamer, nou, daar waren allerlei problemen. Geluid van de ventilator. Ik heb een geluiddempende slang toegepast. Vervolgens ben ik met CO2-metingen gaan kijken van wanneer krijg ik nou voldoende luchtuitwisseling in mijn slaapkamer? Nou, dat is niet bij stand 1, maar bij stand 2, stand 3 zou dat kunnen gebeuren. Maar dan hebben we windbelasting. Klapperende Luxeflex rolgordijn. Dat betekent dat het raam dicht gaat. Comfortproblemen. Buiten is het te koud. Gaat ook het klapperraam dicht. We hebben tegenwoordig buren die allemaal een open haard hebben geïnstalleerd, omdat dat ecologisch is. Nou, fijnstof die gaat omhoog en ook de geurbelasting, dus het raam gaat dicht. Geluidbelasting, dat is wat minder belangrijk, maar dat komt voor. En tenslotte, er zijn natuurlijk situaties waar de wind zodanig op de gevel staat, dus net aan de andere kant, dat er een onderdruk is op de gevel van een slaapkamer en er geen luchtuitwisseling optreedt. Conclusie, slechts een aantal nachten per jaar is er voldoende luchtuitwisseling. En dit is, ja, een woning van 1985, maar voldoet van geen kant. De kwaliteit, de binnenluchtkwaliteit die optreedt in een vertrek, die is natuurlijk afhankelijk van de sterkte van emissies, bio-effluenten, menselijke activiteiten, koken, heeft Piet het uitgebreid over gehad, bouwmaterialen, interieurproducten, gecombineerd met de luchtuitwisseling die tot stand wordt gebracht. En dat is nu de verantwoordelijkheid van het ventilatiesysteem. Nou, blootstelling aan die concentraties treedt op natuurlijk wanneer er mensen aanwezig zijn. Dus in slaapkamers, verblijfruimtes, daar moet de luchtuitwisseling in orde zijn als daar mensen zijn. En ook in natte ruimtes, keuken, douche, wc, moet ook in voldoende mate worden afgevoerd. Met andere woorden,
Het is een beetje een herhaling. Ventilatieprestatie is de gerealiseerde luchtuitwisseling per vertrek tijdens aanwezigheid. Dat bepaalt de binnenluchtkwaliteit. Hoe meer luchtuitwisseling, hoe hoger de binnenluchtkwaliteit. Nou kijken we naar het bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt geen eisen aan de te realiseren luchtuitwisseling per vertrek. Maar stelt eisen aan de te installeren ventilatiecapaciteit. De aanname is dat als ik die capaciteit installeer, dat ik vervolgens ook de juiste luchtuitwisseling realiseer. Maar is dat zo? Hoe presteren ventilatiesystemen in de praktijk? We hebben een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, Monicare. Ik weet niet of mensen daarvan gehoord hebben. Maar daar hebben we 64 woningen gedurende anderhalf jaar gevolgd, waarbij we in ieder vertrek sensoren hebben opgehangen om de CO2, de temperatuur, de luchtvochtigheid te meten. En we hebben de ventilatiefout, dus de stand van de ventilator, gemeten. Hier zien we een tweetal grafiekjes. Links een woonkamer, systeem C2C. Dat is een systeem met mechanische afvoer, natuurlijke toevoer via roosters. En we zien dat in die woning in het stookseizoen, na zeg maar 6 uur 's avonds, de CO2-concentratie behoorlijk stijgt. Rechts ziet u de slaapkamer, daar ook gedurende de gehele nacht boven 1200 ppm CO2. En dit is niet één woning, dit waren groepen. We hebben, ik geloof, 10 verschillende ventilatiesystemen bekeken. Van ieder ventilatiesysteem 6 identieke woningen gemeten. Dus u ziet hier een groep van 6 woningen over een geheel stookseizoen. Dit zijn de totaalresultaten van de verschillende ventilatiesystemen. Links is het volledig natuurlijke systeem. Natuurlijke afzuiging uit de natte ruimtes en natuurlijke toevoer. En dan zie je dat in de slaapsectie, het rode stuk, dat daar overschrijding optreedt met name. Het blauwe stuk in de woonkamer voor een deel. En zo naar rechts ziet u alle verschillende ventilatiesystemen daar gepresenteerd met hun resultaten. De systemen die qua luchtuitwisseling en dus ook CO2-concentratie het beste scoren, dat zijn systemen die mechanische componenten hebben voor de luchtuitwisseling in de individuele vertrekken. Dit zijn de natte ruimtes, waar Evert een uitgebreid verhaal over had. We hebben daar gekeken naar het aantal uren dat de ruimtes met relatieve vochtigheidconcentraties van boven de 70%. Nou, hier zien we ook dat de meeste systemen voldoen eigenlijk vrij netjes. We hebben weinig uren van temperatuuroverschrijding. Alleen het systeem wat de natuurlijke afvoer heeft, daar ging het mis. Maar dat was ook een redelijk klein kanaal wat er in die woning aanwezig was. Conclusies van deze vrij uitgebreide studie is dat voldoen aan bouwbesluiteisen geen garantie is voor voldoende luchtuitwisseling per vertrek. Ventilatiesystemen die aan bouwbesluiteisen voldoen, en al die woningen die we hebben getest, hebben we voor de test allemaal ingeregeld volgens bouwbesluit. Dus dat was een feit. Die vertonen onderling zeer grote verschillen in hun ventilatieprestatie. En als we wel hebben praten over energieprestatie, maar we weten eigenlijk niet wat de ventilatieprestatie is, dan zegt de term energieprestatie eigenlijk ook niks. Je kunt het vergelijken met een wasmachine, die heeft een geweldige energieprestatie, hij wast alleen niet schoon. Wat
Wat weet ik dan? We hebben bewoners gevraagd wat zij zelf vonden van hun binnenluchtkwaliteit. De meeste mensen waren verrassend genoeg behoorlijk tevreden. Ook de woningen waar CO2-concentraties van boven de 3000 optraden. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de mensen niet kunnen beoordelen of hun binnenluchtkwaliteit op orde is. En de laatste conclusie, en daar zijn we eigenlijk nu mee bezig, dat is bouwbesluiteisen en bepalingsmethoden kunnen verder worden aangescherpt om de prestatie van ventilatiesystemen te verbeteren. We zien nu dat de meeste fabrikanten ventilatiesystemen leveren die betere prestatie kunnen bieden. Maar de markt blijft toch vooralsnog kiezen voor de goedkopere systemen, omdat het bouwbesluit dat toelaat. Dus voorstel, huidig bouwbesluit uitbreiden met eisen ten aanzien van minimaal te realiseren luchtuitwisseldebieten, per vertrek dan. En ook het zichtbaar maken van deze verwachte prestatie. Komt er in het kort op neer dat we van de situatie links, nu hebben we een prescriptieve methode met een check op woningniveau, dat we gaan naar een prestatiebeoordelingsmethode waarbij we de ventilatiesysteem beoordelen op ruimteniveau. Nou, dan kunnen we kijken naar de technische systeemeigenschappen. Die zijn in belangrijke mate bepalend voor de ventilatieprestatie. Dat is het type luchtuitwisselvoorzieningen. Welke pas ik toe? Direct of indirect? Wat is de drijvende kracht? Wat is de geïnstalleerde capaciteit? Dit is een beperkende factor voor de te realiseren debieten. Welk type regeling pas ik toe? Dit beïnvloedt namelijk het vermogen van het systeem om gewenste debieten te realiseren op het juiste moment en op de juiste plek. En tenslotte welk type filters wordt toegepast op de toevoerlucht. Nou, die verschillende technische eigenschappen die kun je beoordelen. Dat zijn we aan het doen op basis van bestaande informatie uit bouw- en regelgeving, monitoringstudies, computersimulaties en wetenschappelijke literatuur. En waar geen valide bronnen voorhanden zijn, zal een logische en transparante manier van redeneren worden gevolgd. Dit is een voorbeeldje van, het is nog niet exact, het is nog niet helemaal uitgewerkt, het is een voorbeeldje van wat we aan het doen zijn. Links staat welke referentie de bieten we willen realiseren tijdens aanwezigheid en afwezigheid in de verschillende ruimtes. En rechts staat de inputdata van een gemiddeld woonhuis. Nou, die stoppen we in een rekenmodel. We geven vervolgens links aan wat de eigenschappen zijn van het ventilatiesysteem, welk type het is, wat voor type toevoerroosters, welke capaciteit, welke bediening, welke filters. Dat doen we ook voor de afvoervoorzieningen. En met het rekenmodel wordt dan bekeken wat de ventilatieprestatie van dit betreffende systeem is. Hier ziet u, het zou ook een lampje moeten zijn. De oranje balk is de prestatie van het ventilatiesysteem tijdens aanwezigheid in verblijfsruimtes. Of tijdens afwezigheid, pardon, de licht oranje. Donker oranje is tijdens aanwezigheid. De twee blauwe balken betreffen de natte ruimtes. Dus we zien hier dat deze betreffende woning en dit ventilatiesysteem tijdens aanwezigheid in verblijfsruimtes 48% scoort. De geïnstalleerde capaciteit is 55 liter per seconde. De totale luchtuitwisseling over de woning
circa 31. Gaan we diezelfde woning voorzien van een wat ander ventilatiesysteem? Ander type regeling, bijvoorbeeld. Dan kunnen we zien dat we daarmee de ventilatieprestatie in de verblijfsruimtes kunnen verhogen. Naar bijvoorbeeld 88%. Dat de geïnstalleerde capaciteit dezelfde blijft. En dat ook de luchtuitwisseling over de woning dezelfde blijft. Nou, we zouden dan ook kunnen communiceren van hoe vertellen we de consument welke ventilatieprestatie hij heeft in zijn woning. We kunnen een score geven voor de natte ruimtes, voor de verblijfsruimtes en voor de filtermogelijkheden. Dit is een eerste idee. We zijn bezig om dat verder uit te werken in een echt label, maar dat zal van latere datum zijn. Dat in het kort mijn verhaal over de prestatie van ventilatiesystemen.